Zeilen TV is er weer bij het vierde World Cup evenement van dit zeilseizoen. De Semaine Olympique hier in Zuid-Frankrijk. Waar 1200 zeilers aanwezig zijn uit 64 verschillende landen. En dit is het laatste evenement voor onze Nederlandse topzeilers om zich voor te bereiden op de Olympische kwalificatiestrijd. Het is altijd een eer om op het bekende bord te staan in hier. Zo ook hier Marit Bouwmeester. Zij stond erop aan het begin van de week. Met een 22e en 12e plek vandaag is zij tijdens deze World Cup als 12e in het algemeen klassement geëindigd in de laserradiaalklasse. Bij de laserstandaard vaart Roelof Bouwmeester een goed evenement. Vandaag één race in de planning. Helaas startte hij te vroeg, kreeg een zwarte vlag en kon meteen naar de kant. Rutger van Schaardenburg daarentegen zat er nog wel bij en voor vandaag een 13e plek. Hierdoor eindigt van Schaardenburg het evenement met een 15e positie. Roelof Bouwmeester, hoe is het vandaag gegaan? Ja, vandaag was zeer kort maar krachtig. We hadden maar één race op de planning en ik had helaas een valse start. Dus ik was, of eigenlijk een zwarte vlag, dus ik was al terug voordat we eigenlijk zijn begonnen. Dus het was een korte dag. En waar ligt het dan aan? Ben je dan te gespannen of wil je te graag? Nee, gewoon te vroeg begonnen. Over het algemeen bij een valse start. Ja. Nee, dat was niet met spanning. Of, het was allemaal hetzelfde als de rest van de week. Alleen net iets vroeg dit keer. Dus ja, dus houd het op. Want je lag zo lekker vandaag, voordat we begonnen, vierde. De hele week was je echt al in topvorm. Ja, nou, ik heb de hele week goede dingen gedaan. En eigenlijk al met Jaap hadden we heel duidelijk van tevoren afgesproken wat te doen en hoe gaan we dat aanpakken. En dan, ja, als dat blijkt dat de resultaten er ook naar zijn, is dat wel lekker. Nou, hopen dat je nog in de medal race zit. En ik hoop dat we morgen nog jou een keer kunnen interviewen. Ik zou zeggen, succes. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. Het zou wel mooi zijn om weer even een medal race als ervaring even als mee te pakken alsnog, ondanks vandaag. Roelof Bouwmeester staat nog zesde in het algemeen klassement en vaart morgen nog de medal race. Matchrace team Groeneveld met Merel Witteveen, Mandy Mulder en René Groeneveld doen goede zaken. Zij varen hier de kwartfinale tegen de Spaanse dames Etsy Goyen en winnen deze met gemak. Hierdoor plaatst zij zich in de halve finale tegen het Amerikaanse team Barco. Deze weten ze helaas niet te winnen. De grootste conclusie die we kunnen trekken is dat we te licht wegen. We varen hard en we doen heel goede dingen. We kunnen heel goed, veel beter matchen dan we konden in Palma en veel beter dan in Miami. Maar we zijn lightweights. Met dat moeilijke omstandigheden dan wegen we niet genoeg en we zijn niet sterk genoeg. Team Groeneveld, jullie zijn vandaag de dag super begonnen. Absoluut. We hadden de kwartfinale tegen het Spaanse team. En we hebben 3-0 gewonnen. Het ging echt heel erg goed. Ja, dat was een mooi begin van de dag. Want daardoor kwamen jullie direct in de halve finale. Hoe is dat gegaan? Toen moesten we tegen de Amerikaanse Sally Barco. We wisten al dat dat wel een pittige klus zou worden. En helaas, zij ging net wat harder eigenlijk elke keer. En we hebben de laatste wedstrijd wel een heftig gevecht nog gehad. Maar helaas heeft zij 3-0 van ons gewonnen. Want jullie coach vertelde net dat jullie de lichtgewichten zijn in dit veld. Wat gaan jullie daaraan doen? Dat klopt. Zwaarder worden. Eten, krachttraining en ja, dat eigenlijk. Wat is het streefgewicht hier in deze klasse, Elliot? 68 kilo de man. Dan kom je uit met z'n drie op 204 kilo. Nee, dat zijn wij nog niet. Dus je moet nog wel zo'n 10 kilo aan totaal. Oud-kernploeglid Pieter-Jan Posma in de Vink-klasse zit er weer helemaal bij. Hij staat tweede in het klassement en vaart morgen de medal race. In de 2.4-klasse behaalde Thierry Smit er vandaag een eerste en een achterpositie. En staat hiermee derde in het klassement. Morgen varen zij nog één race. Morgen zijn we er weer bij met Topzeilen TV tijdens de laatste dag van dit vierde World Cup evenement in Hier. Allemaal kijken dus.